Atomic Vantage 82 Ti. Ik heb net geskiet in een 1,81 meter, radius 18,4, bedoeld voor lange bochten. 82 onder de voet is natuurlijk een all-mountain breedte, zowel piste als naast de piste. Ze hebben de Vantage uitgerust met een Pro Light System. Dat wil zeggen, ze hebben hier aan de zijkant hebben ze een verdikking toegepast, zodat hij nog wel heel veel grip heeft op de staalkanten. En in het midden hebben ze hem eigenlijk wat dunner gemaakt vanwege gewichtsbesparing. Ik weet niet of je het kan zien, maar je ziet als het goed is, zie je door het licht, zie je mijn vinger hierachter, zie je heen en weer gaan. Dus zo dun is die ski. Ik heb hem even geschiet langzaam. Nou, dat ging prima. Slippen ging ook prima. Dat komt natuurlijk ook door die tip die zo snel de lucht in gaat. Dat noemen ze ook een rocker. Die rocker loopt vrij snel op. Die ski die gaat wel pas echt zijn werk doen en die wordt pas echt leuk op het moment dat je hem hard gaat skiën, op tempo gaat skiën. Uiteraard lange bochten, middellang gaat ook nog wel, maar hij is echt bedoeld voor die lange bochten. Ski hem op tempo, dan komt hij tot zijn recht. Als je hem iets langzamer skiet, wordt hij wat moeilijker en voelt hij misschien een beetje log aan. Maar ski hem op tempo, dan heb je aan die Atomic Vantage 82 een hele mooie ski voor de hele berg. Piste, off-piste, mooie breedte. Als je niet weet wat je wil skiën, pak die Vantage 82.